Deze reportage wordt verwarmd door Van der Pluim, Haart en Schouw. Wat een prachtig weer vandaag. Prachtig hè, dat weer verdienen we. Daar hebben we geluk mee. Ja. Dit kind er ook blij van denk ik hè? Nou, ze hebben het er vooral warm van zo te zien. Ja. Want ze moeten een heel stuk lopen? Ja, we zijn met de projectweek bezig. Met allerlei workshops en gastlessen hebben ze heel de week gedaan. En we zijn van Stichting Hulphond nu geld aan het verzamelen om aan hun te doneren morgen. Ja, want jullie gaan onder de vlag van We Care en dat is het goede doel voor deze loop. Nou, Stichting Hulphond is ons goede doel voor deze week inderdaad. En wat hopen jullie binnen te halen? Nou, vorig jaar hadden we 3000 nog wat, dus we hopen in de buurt te komen. Dat is best heel veel. Dat is best heel veel. En kan daar een hulphond voor opgeleid worden? Daar kunnen ze in ieder geval een nieuwe puppies wel voor aanschaffen en dan opgeleid worden. Dus het heeft zeker, het is zeker belangrijk. Vinden de kinderen het leuk om mee te doen? Voelen ze zich erbij betrokken? Nou, ze zijn heel de week hebben ze zelf een beetje mogen kiezen in welke workshops ze gingen zitten. De ene vinden ze natuurlijk leuker dan de andere, maar dat is vooral wat zij ook interesseren natuurlijk. En wat voor onderwerpen waren daar aan de orde? Nou, we zijn bij de kaasboerderij, het bos in Maden zijn we langs geweest. Ze zijn bij een paardentherapie in Oosteind, Hippo Saga is dat. Ze zijn met een zwerfafvalpakker op pad geweest. Ze zijn bij Oosterheem langs geweest om een activiteit met de ouderen te doen. Dat soort dingetjes allemaal. We zijn naar de Biesbos geweest met z'n allen. Altijd onvergetelijke ervaring. Met een boot de Biesbos in? Ja, echt door de bosjes struinen. Echt zelf paden maken. Dat vinden ze altijd wel heel indrukwekkend. Voor jullie als team denk ik mooi om aan zo'n project te werken. Ze vinden het zo belangrijk dat zij bezig zijn met milieu en de mensen eromheen en de omgeving. En dat ze wat meer met respect ook omgaan naar dieren toe. En dat ze weten wat er allemaal speelt om hen heen. Was het moeilijk lopen vandaag met die zon erop? Ik heb niet gelopen, want ik heb een blessure. Maar ik heb alles af staan strepen. En je hebt ze toch wel allemaal aangemoedigd, toch? Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat vond je het leukste project om aan te werken van de week? Ik denk wel het bejaardenthuis. Ja, wat vond je apart? Om te kijken hoe zij leven, terwijl ze niet meer in staat zijn om het zelf te doen. Ja. En dan ben je blij dat je zelf nog alles kan, hè? Ja, heel erg. Ja. Wordt het moeilijk vol te houden? Ja. Ben je wel actief in andere sporten of was dit helemaal nieuw? Ja, ik ben wel actief in andere sporten. Oké. En wat vond jij het mooiste project om aan te werken van de week? Wel Stichting Hulphond, maar dat heb ik niet echt zelf gedaan, dus wel bejaarden thuis. De snelste? Ja. Zo? En hoe komt het zo? Doe je veel aan atletiek en zo? Nee, voetbal. Voetbal. Maar veel trainen? Ja. En waar speel je? Ik speel bij TC. Ja, in welk elftal? 15-1. Oké. En ben je kampioen geworden? Nee. Ja, zwaar. Zwaar? Ja. Nou, was het zo lang dan? Zeg je? Was het zo lang dan? Nee, maar ik heb veel gelopen. Dus daarom. Oké. Hey, en ben jij bent een sporter of een fan van de sport? Ja. Want waar is het shirt van? Kroatië. Van? Kroatië. Heb je Kroatisch bloed in je aderen? Ik ben daar vaak op vakantie geweest. Wat vond je echt het leukste? De Biesbos. Oké, ja, daar hoorde ik ook van de juf. Ben je ook mee geweest naar de Biesbos? Ik niet. Ik heb een liesblessure hier ook. Ja. Dus ik kon niet mee naar het Biesbos. Maar ik had heel veel pijn. Dus, ja. Oké. Zet hem op. Deze reportage werd verwarmd door Van der Pluim, Haart en Schouw.